Yo, kijkers van Watchjagger, welkom bij deze nieuwe video van Kingdom. Doe vast eventjes dat duimpje omhoog en geniet van deze leuke nieuwe aflevering. Dit is een verhaal uit oude tijden. Een eeuw waarin er oorlog en verschil in idealen steeds vergroot wordt. Empire, die steeds meer betrokken werd bij de tirannie van koningen, liet Zera in de steek. Tiranen verbanden hun trouwste bondgenoten om de mening van het volk te kunnen waarborgen. Hierdoor trokken mensen met hun droom en passie naar Zera om daar hun droom waar te maken. En ik ben daar één van. Oké, ik heb weer een drukke dag achter de rug en... Yari. Goed, koning. Goed je te zien, wat doe je hier? Ja, ik heb goed nieuws, ik wacht je al op. Ik heb daarnet, een uurtje geleden, heb ik 3 jokers te vangen. Wat? Gevangen genomen, ja. 3 jokers? Ja, ze waren aan het jagen of zo in de bossen van Zera en ik dacht ik was samen met een aanhanger even aan het stappen. Ook op zoek naar eten en ik zag ze lopen, dus ik dacht, ja, die pakken we. Oké, en waar heb je ze verstopt, die jokers? In de kelder. Ja, we kunnen er nou heen gaan als je wil. Ja, natuurlijk, dit heeft haast, hier hebben we veel baat bij. Maar vertel, wat was je aan het zoeken aan de... Ja, we waren aan het jagen op eten natuurlijk voor deze avond. Oh ja, varkens. Ja, dat had ik je ook verteld, ja. Ik heb al tijd geen varkenshaas meer gehad, dus daar heb ik wel zin in. Ja, klopt. Altijd die kippen, dat is ook niet altijd gezond. Oké, okay, nou. Oh, hier. Kijk eens. Ja hoor, daar staan ze wel, alle 3. ze zijn geopenbaard, of niet? Waar zijn jullie maskers gebleven, jongens, hè? Kijk eens. Oh, wat zijn ze lelijk. Goed dat je dit gedaan hebt. Is de eer alleen aan jou, of heb je dit samen met Rick gedaan? Ja, ik heb het samen met Rick gedaan. Nou, Rick, kom maar eens even dichterbij. Ik denk dat jij vanavond nog wel eens even je mes mag tonen op hun mooie gezichtjes. Misschien dat jij ze wat knapper kan maken nadat je klaar bent met ze. Met de informatie die we nodig gaan hebben. Ja, dat komt zeker goed, koning. Ik denk dat we ze maar eens even goed gaan martelen. En wat denken jullie daarvan, jongens? Vertel. Ik geef nog liever geen informatie aan jou, vieze in de vaan. Doe ik mee. Grappig. Weet je wat je doet, Yari? Maak die 2 aan de zijkant maar even af. Laat ze maar eens genoeg, koning Leon. Goed zo. Hopelijk heb je nou straks niet meer zo'n grote mond, of wel? Hè? Wat heb je nou weer gedaan? Nou, Rick, weet je wat jij gaat doen? Jij gaat hem maar eens even flink onder het mes nemen en martelen maar. Met genoeg, nee. Koning. Nee. Stuur mij een bericht als je meer weet. Yari en ik gaan op jacht. Laten we gaan, Yari. Ik heb hier nog geen wilde varkens gezien, Yari. Nou, misschien iedereen is aan het jagen nu. Winterseizoen. Ja, klopt. Maar misschien dat we anders wat verder naar het noorden toe moeten gaan. Want de meeste mensen zijn toch wel bang om richting Empire te gaan om daar te jagen. Ja, klopt. De laatste tijd is Agorion wel echt druk bezig. Ja. Maar ja, weet je, ik denk dat dit wel op zich een goede ervaring voor ons zal zijn om elkaar wat beter te leren kennen, Yari. Ja, dat dacht ik ook. Want ja, vertel me, je kent natuurlijk Rick. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik ken Rick al van kinds af aan. We zijn ook samen als wezen toen we 12 jaar zijn. Waren we naar Zera gevlucht. Ja, zo is het een beetje in elkaar. Oké, okay, interessant. En hebben jullie ook samen getraind dan, waardoor jullie zo sterk zijn geworden in... Ja, tuurlijk. Ja, nou, het is zo. Voordat we naar Zera zijn gevlucht natuurlijk, hebben we eerst een hele lange reis door het noorden van Medici moeten afleggen. Waar we vervolgens een man tegenkwamen, genaamd Midnan. En hij heeft ons geholpen om naar het Medici te komen en van hebben we ook heel veel bijgeleerd. Oké, okay, interessant. Ja, er zijn heel veel verhalen over het noorden van Medici bekend. Ja, zeker. Maar goed, ja, weet je, ik kom zelf uit Jenava. Ik heb in Jenava geleefd en ik heb verder nog nooit echt verder dan de grenzen geleefd. Oh, Yari, zie je dat ook? Ja, zeker, varkens. Ik zie daar varkens. Oké, okay. Ik ga dit doen. We gaan hem afmaken. We gaan lekker eten vanavond. Gaat hem een schop me lukken, Yari? Ja, ik zal schieten in zijn kop. Ja, ik kan zijn kop niet raken vanaf hier, maar ik zal het proberen. Oh, kut. Nog een keer. Ah, oh, ik raak hem niet. Hier rechts is er ook in. Ik pak die wel. Ja. Kijk, dat is 1. Laten we die andere ook pakken. Koning. Ja? Er is nieuws van de gematelde. Ja? Heeft hij bekend? Ja. Oké. Okay. Pak snel het vlees, dan gaan we er naartoe. Oh, goed nieuws.
Of niet? Zo, ja, tuurlijk, tuurlijk. Laten we gaan. Oké, hij heeft gepraat, dus nou ben ik wel benieuwd wat hij te zeggen heeft. Hij zat in de cel, toch, Tirza? Ja, beneden. Oké, dus geen tijd te verliezen. Eens even zien. Oh. Altijd leuk als we wat gevangenen hebben. Oh, dat is wel spannend, zeg. Ik heb al lang geen marteling meer meegemaakt. Gegroet, Ian. Loop maar even mee. We gaan eens even kijken. Blijf hier maar even wachten. Oké, Rick. Ja, kijk eens, je hebt hem zelfs op de knieën gekregen. Geweldig. Maar vertel, wat weet hij? Hij heeft me het hoofdkwartier van de Jokers verteld waar het ligt. Oké, vertel me en waar is dat? Hij vertelde me dat het in de arbeiderswijken van Downguard zit. In de manga shop. In de manga shop, hè? Oeh, dan heb jij goed gehandeld. Maar weet je wat we met jou gaan doen, uitschot? Jij hebt misschien wel gepraat, maar dit is je eind. Sterf! Goed. Wat we nu gaan doen, Tirza, kom eens even hier. Ja? Ik wil vast dat jij naar de zogenaamde, naar die winkel toe gaat. En dan komen jullie daar straks tegen. Ik wil dat die eigenaar van die winkel, dat die geen kant op gaat. Dus wees snel. En blijf daar de boel in de gaten houden. Yari? Ja, ik wil dat jij zorgt dat wij met de rest van de wachters daar naartoe kunnen gaan. En dat we die jokers af kunnen maken. Dat moet wel lukken. Neem ook een bijl mee. Want ja, eventueel, dan gaan we daar nog eens even wat mensen executeren. Dat zou vast wel leuk zijn, denk ik. Of niet? Ja, komt goed. Oké, dus geen tijd te verliezen, laten we gaan. Oké. Die verdomde jokers, die zouden hier toch ergens moeten zitten, of niet? Daar had hij het in ieder geval over, dat het hier zou moeten zijn. Tirza. Gegroet, koning. Vertel mij, is die eigenaar hier nog steeds binnen? Ja, hij is niet naar buiten gegaan. Oké, goed. Ik wil dat jullie even allemaal een oogje in het zeil gaan houden. Yari en ik gaan namelijk even naar binnen. Het kan zijn dat de jokers zomaar hier langs lopen. Als je iets ziet, kom naar binnen en vertel het ons, oké? Begrepen? Goed. Oké, laten we eens even een kijkje gaan nemen, hè? Zo. Ah, gegroet. Gegroet. Waar zijn we eigenlijk? Wat is dit? In de manga shop. En vertel mij, hoe staan uw zaken ermee? Oh, het is vrij rustig de laatste tijd. Vrij rustig, ja. En waarom? Oh, ik denk omdat die aanslagen geweest zijn. Ja, dat dacht ik al. Weet je wat jij gaat doen? Jij gaat je mond houden. En wij gaan even een kijkje nemen in dit zogenaamde winkeltje. Dus, Is goed. Ja? Goed? Prima. Ja, is goed. Eens even kijken wat hierboven is. Want het lijkt op een normaal huis, maar... Geen jokers, oké. Geen jokers. En dit kistje? Nee, ook niet. Een andere kamer maar eens even kijken. Wat is dit? We hebben hier een bureau, boekenkast, bedkast. Ga je me switch? Nee. Helemaal niks. Oké. Wat is dit? Dit lijkt verdacht op een geheime ingang. Yari! Ja? Breng die fan naar boven. We hebben eens even wat te kletsen met elkaar. Loop je. Oké. Ach, goed. Vertel mij eens, wat is dit ding? Vertel. Een muur. Ik zie dat dat een muur is, maar wat zit er achter deze muur? Nou, ik denk andere huizen en straten. Oké, maar vertel mij, hoe maak ik deze muur open? Nou, ik denk door met een houweel tegenaan te slaan. Waar is de geheime hendel? Dit is een muurkoning. Die sla je niet open met een hendel. Yari, maak deze brutale arma af. Goed zo. Kijk, dat is wat we doen met dat soort tuig. Haal de mannen op. Ik wil eens even weten wat hier achter zit, want ik hoor allemaal kisten. Ze zou echt wel wat achter moeten zitten. Nee, kom jongens. Ik ben benieuwd. Zo, goed. Mannen. Of man. Waar is de rest? Oh, die komt eraan. Goed. Ik wil dat jullie klaar gaan staan, want er staan hier een heleboel van die zogenaamde pestkoppen, oftewel jokers. Wij gaan ze stuk voor stuk afmaken. En Yari heeft brute kracht met zich meegenomen, oftewel een bijl. Dus hak dit maar eens in. Hè? Okay. Ja, daar staan ze al. Jongens, pak ze. Maak ze af.
Goed gedaan, jongens. Eens even kijken wat hier achter zit. Hier zit... Ja, wat is dit? Dawnguard Headquarters. Jokers. Ja, hier zouden ze moeten zitten, jongens. Maak jezelf klaar. Want er kan hier echt een grote groep achter zitten. Eens even zien. Oké. Daar is er één. Ik maak hem af. Kom dan, smeerlap. Oké, die is neer. Verder volgens mij niet. Zo, Liam. Je hebt me eindelijk gevonden. Wie ben jij? Ik. Zie dat dan niet? Maar je ziet eruit als een lelijke joker. Ik had meer verwacht van jou. Ja. Maar vertel, wat ben jij de leider van die jokers? Ja, de leider, ja. En waarom? Waarom doe je ons dit aan? Waarom niet? Die innovaanse tyrannie moet van onze troon. Denk je dat het zo gebeurt? Je staat hier tegenover een leger. Een leger van Syriaanse soldaten. Weet je wat we met jou gaan doen? We gaan je doodmaken. Jouw hoofd gaat aan dit zwaard. Echt niet. Echt wel. Moet ik het je zeggen? Mazzel! Wat? Wat doe je? Huh? Waar is hij? Huh? Hij is ontsnapt, jongens! Volg mij! Waar is die? Waar is die? Waarschijnlijk de straat afgelopen. Achter hem aan! We kunnen hem niet uit het oog houden! Snel!